Begin februari gaat de schop voor het Doelpark De Hagen de grond in. Met deze verheugende mededeling verblijdde voorzitter Hans Oude Luttekhuis de leden tijdens de late nieuwjaarsreceptie. In het park komen een waterspeelplaats, buurtmoestuin, een educatief pad, een beweeg- en beleeftuin en een duurzaamheidspaviljoen. Het is de bedoeling dat het Doelpark organisch groeit, dus wordt het stap voor stap aangelegd. Er moet veel werk verzet worden en dat doen vrijwilligers samen met leerlingen van AOC Oost. Om te beginnen moet er eerst veel grof werk gebeuren. Dus er zal een uitvoerder met shovels en weet ik wat voor apparaten het grove werk gaan doen. Maar dat zal al snel gevolgd gaan worden door de inzet van vrijwilligers. Mensen die het wat lichtere werk kunnen doen. En dat is natuurlijk tevens ook goedkoper dan dat een uitvoerder dat doet. Dus we hebben op allerhande gebied daar juist mensen voor nodig. Als de uitvoerder het grove werk gedaan heeft, of in ieder geval aan het eind loopt van wat die uitvoerder doet, ja, dan zullen de eerste speeltoestellen voor de kinderen gemaakt moeten gaan worden. Dat is natuurlijk vooral timmerwerk. Maar ook het tuingedeelte, alles wat er in het park moet gebeuren, aan bomen die gesnoeid moeten worden, onkruid weghalen, het park ook gewoon schoonmaken en schoonhouden. Het zijn allemaal dingen die moeten gebeuren. En we hebben natuurlijk ook weer mensen nodig die weer die vrijwilligers kunnen ondersteunen. Ja, ik kan me voorstellen als het een beetje koud is, wil je wel een potje soep misschien of een kopje koffie? Heel goed. En dan hebben we een hele mooie, noem het maar, vluchtlocatie hier vlak tegenover ons. Mooi dat we daar gebruik van kunnen maken. We hebben inmiddels vrijwilligers die zich aangemeld hebben. Ik schat, even natte vinger, maar een kleine 30. Dat klinkt heel aardig, maar we streven toch wel naar 50, 60. Dan beschik je over een pool waar je uit kan putten. En dan kunnen mensen. En het blijft vrijwilligerswerk, dus je kan niet van mensen verlangen, je moet komen. Dan moeten we ook op anderen een beroep kunnen doen. We moeten dat kunnen spreiden. Volgende week worden de bouwhekken geplaatst.